Wat loop je nou allemaal te hannissen? Ik zei dat je met de plinten mee moest dweilen. Nou, let me niet op hem. Welkom in het schaap met de vijf poten. Aan de andere kant van het toneel van de zaal voelde het ook goed. Ja, we voelden heel veel warmte. Nee, het ging echt goed. Ja, het was een leuke middag. Heel goed! Ja, we kregen weer vleugels hoor. Het was hartstikke... Zowel Wart als Remco, echt geweldig. Ja. Ja, we hebben die rol echt samen gecreëerd. Dus we zijn van het begin af aan samen een beetje gerepeteerd. En Tim heeft natuurlijk de echte première gedaan. Dit is onze première. En het is natuurlijk heel leuk als je een voorstelling zelf kan zien waar je in gaat spelen. Dat is normaal natuurlijk nooit. Dus dan is het leuk van, oh, daar kom ik dadelijk in. Dat is heel leuk om te zien. Nou, op zich niet heel erg. Misschien dat zij nog lichtelijk gespannen waren. Dat kan ik me iets meer voorstellen. Maar nee, eigenlijk niet. We hebben gewoon heel veel lol gehad en wilden gewoon een leuke voorstelling. Goedemiddag. Ja, precies. Ja. Ik doe alles beter. Ja, ja. Ja, oh ja? Dat jij alles beter bent. Ja. Oh, dat is wel lief. Oh. Jij hebt me echt gedrild. Nee, je moet spelen zoals ik. Zoiets je moet mij nadoen, exact. Ja. Dan is het goed. Ja, we zijn natuurlijk toch anderhalve maand verder. Dat is altijd, je ontwikkelt je met zo'n groep. Een voorstelling ontwikkelt door. En die spanning van zo'n première is er ook af. En we hebben ook gewoon nu andere mensen in de zaal. En niet allemaal genodigden. Dus het is gewoon losser. Dit zijn mensen die het gewoon... die een kaartje hebben gekocht en niet hartstikke graag willen zien. Ja, dus dat is toch anders. Jeroen heeft mij met de zweep heeft hij erover gelegd. Dat is heel anders. Hij heeft heel anders uitgepakt. Ik denk dat ik hem veel Amsterdamser speel dan hij. Met een dik accent, ja. Ik dacht toen ik het script lag, dacht ik... Ja, het is wel Amsterdamse humor, dus laat ik hem zomaar aanpakken ook. Ik heb hem een paar keer gezien en een paar try-outs en nog een video daarvan. En dan thuis alles. Vooral alle loopjes en alle dansjes natuurlijk en dat soort dingen. Heel technisch eigenlijk. Maar dat zijn gewoon hele andere acteurs. Maar dat is voor ons ook hartstikke leuk dat we dan een nieuwe energie door de voorstelling hebben. Ja, heel leuk. Gevarieerd. Ja. Ja. Beetje variatie. Ik vind het wel heerlijk, al die verschillende mannen. Ja, dat snap ik. Helemaal niet erg. Nee, ik moet af en toe dan met Paul Groot, want Paul Groot valt voor hem in. Ja. En ik moet dan af en toe weer met Tim. Ja, feestelijk. Na de zomer is dat, hè? Ja, dat zou leuk zijn. Ik ga deze week toevallig, de komende weken, met hem wel een paar uurtjes repeteren alvast. Dus, het publiek reageerde goed en we hadden een fijn gevoel erbij. Ja, dat was een goede flow zat erin. Gewoon, alles viel op zijn plek, joh. Ongelooflijk, joh. Mensen, kom kijken, echt. Zo goed. Ja, er zijn nog een paar kaarten, heb ik me laten. Er is nog één kaart. Ja, dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ja.